en Erik van der Hoest en Henny van Dijk voor de laatste keer. Ja, voor de allerlaatste keer. Want we hadden gedacht, het zou leuk zijn met die 100ste uitzending om een paar kandidatenkoppels uit te nodigen die echt verschrikkelijk hebben verloren. Die dus alle drie de uitzendingen hebben doorgespeeld, die ook heel goed waren, maar die ooit met zonder een cent naar huis zijn gegaan. En allereerst waren dat Wahida en Fred. Welkom. Dat is een tijd geleden, zeg. Hoe is het met jullie? Uitstekend. Ja? Ik kan me nog herinneren dat jullie toen al heel lang met elkaar gingen. Ja? Ja. Maar jullie waren niet getrouwd. Dat was heel belangrijk bij jullie. Hoe is het? Het gaat nog steeds goed? Ja, prima hoor. Ja? En nog steeds niet getrouwd, hè? Nog steeds niet. En maar... jullie? Zo. Hoe heb je me overgehaald? Oh, er was niet zoveel moeite voor nodig, hoor. Nee? Nee, hoor. Nee. Zeurde al een paar jaren en ja, ik dacht, nou moet het er wel van komen dan. Hebben jullie toen veel reacties gehad trouwens na die uitzending? Oh, een hele hoop, ja. In supermarkten, op straat, wildvreemde mensen willen alles weten. Wat leuk. Ja, dat heb ik dat nooit. Is wel leuk. Ja. Ja, maar jij verliest ook niet zo erg. Nee, dat is waar. We hebben trouwens, dat is misschien wel leuk, van die uitzending, we waren toen 6 april 19... 89. En daar hebben we een stukje van, dat kun je hier even bekijken. Daar komt het hoor. Fred en Wahida in de finale voor de derde keer. Moet je voorstellen. Natuurlijk om even mee te beginnen, die daar zo in het midden staat te glimlachen. Ik heb je nummer. Heb je. Oh! Jongens. Jullie hebben drie uitzendingen met ons meegedaan. Jullie hebben een gemiddelde van 1,5 keer een woordwaarde. Jullie zijn, mag ik rustig zeggen, tot nu toe de mensen met de meeste woordenschat op het gebied van vijfletterige woorden. En je loopt tot 3 keer toe volkomen stuk op deze ballen. Dat vind ik niet eerlijk. Nee, ik ook niet. En ik heb verschrikkelijk medelijden met jullie. En ik hoop dat u dat thuis ook een beetje heeft. Nou, dat hadden we natuurlijk. Dat hadden we. Ja. Goed, ik... Oh, de traan. Ja, jij hield hem ook maar net droog, hè, Fred? Ik hield hem... Ja. Genoeg. Ja. Goed, dit is jullie allerlaatste kans om iets te winnen bij Lingo. Ik wens jullie verschrikkelijk veel succes. Dank je. Wahida en Fred! Ja! Nou, komen we bij die anderen natuurlijk, bij Erik en Henny. Bij jullie is zelf de laken een pak. 3 uitzendingen, de doorgeworsteld en met niks, hè? Niks. Ja. En al die mensen maar tegen je aan zeuren natuurlijk. Ja, dat hou je toch onmogelijk, hè, ja. Denk ik. Ja. We hebben van jullie ook een stukje van 26 januari, dus de 4e uitzending van Lingo. 26 januari 89. En dan gaan we nu ook even kijken. Lingo te halen is 42. Ik heb hier een eerste greep bal 42. En hoe graag ik jullie... Ik heb er alles voor over gehad om jullie die 8000 gulden mee naar huis te geven. Al had ik die ballen er zelf uit moeten graaien. Maar de eerste beurtbal 42 trekken is Lingo. Dus af, dus geen geld. En het enige wat ik kan doen is jullie veel sterkte wensen. En waanzinnig bedankt voor het meedoen. Ja. Oh, zoenen! Ja, nou, dat was natuurlijk afgrijzelijk wat daar gebeurde. Hoe is het verder met jullie nu? Nog steeds bevriend? Alles goed? Ja hoor, we hebben het overleefd. Zoenen jullie met elkaar ook? Nou, nee. Nee, toch niet? Op zon en feestdagen alleen al. Op zon en feestdagen. Ja. Ja. En verder nog met dezelfde dingen bezig? Ja, bezig. Jij was hostess? Ja, klopt. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja. En jij, Erik? Ik zit nog steeds bij een software house. Ja, software. Ja. Nou, we gaan spelen. We doen het zoals altijd. Behalve geen jackpot, zei ik al in het begin. Want dat hadden we toen nog niet. Dit is jullie allerlaatste kans. Ook Erik en Henny, veel succes. Daar gaan we. Ik ga de kaarten uitdelen. De oneven getallen voor Erik en Henny. Daar komen ze. En we halen er 8 weg. Weet je het nog, Erik? Ja hoor, ik wel. Kijk, daar gaan ze weer hoor. En we hier en Fred die spelen met de even getallen. En dan halen we er ook 8 weg. Kun je nog bijhouden? Ja. We hebben geloot, dat is heel belangrijk. Erik die begint met het eerste woord. 8 seconden, niet overleggen. En hier komt hij. Dat is de L. Lunch. L-U-N-C-H. Gaan kijken. Lenig. L-E-N-I-G. Dat deed hij toen ook. L-A-T-E-R. Gaan kijken.
Luste. Nee, ja, luste. L-U-S-T-E. Is dat niet met dubbel T? Is het goed? We zijn aan het kijken. Het is fout. Dus het woord wordt afgekeurd. Er komt een bonusletter bij en Bahira neemt het over. Luwte. L-U-W-T-E. We gaan kijken. Goed! Yeah. Nou, twee ballen uit de bak. Bahira, daar gaat ze hoor. 42 is ook goed. 16. 16 strepen we weg. Fred? 44. 44. En Fred gaat door met het volgende woord. 8 seconden voor de letter I. Ja. Imago. I-M-A-G-O. Inleg. I-N-L-E-G. Inzet. I-N-Z-E-T. In één. I-N-E-E-N. Gaan kijken. Zo! Ze is het niet geleerd, hoor. Twee ballen voor de kaart, kom op. 36. 36 halen we weg. Fred? 56. En 56. En hij gaat weer door met het volgende woord. Daar komt hij. 8 seconden voor de letter. Wat wordt het? De H. Haven. H-A-V-E-N. Hulde. H-U-L-D-E. Harde. H-O-R-D-E. H-O, ja. Hinde. H-I-N-D-E. Hoede, H-O-E-D-E. Ha! Nog net zo boos hè, ben je als je een woord niet raadt. Ja. Precies. Het is niet geraden, dus Erik en Henny overleggen met een bonusletter. Weet je wat het kan zijn? Heide. Maar nu iets zeggen graag. Kom op! Nee, in deze. Helpen, helpen, nee. Hey. Ja, we dachten na 32 seconden, kom, laten we de zoomer eens doen. Wat moest het zijn? We gaan kijken. Hekje! Hekje! Goed, wordt niet geraden, dus geen ballen. Maar Erik gaat door met het volgende woord, daar komt het. De G. Gaten, G-A-T-E-N. Gaven. G-A-V-E-N. Gloed. G-L-O-E-D. Groen. G-R-O-E-N. Erik. We blijven in de vijfde beurt. Er komt een bonusletter bij. Bahira neemt het over. Daar komt ze. Gezel. G-E-Z-E-L. Gaan kijken. Niet geraden, dus Erik en Henny overleggen met elkaar. Met een bonusletter, daar komt-ie. Ja, Julij. Oh ja, Julij. G-E-L-E-I. We kijken. Hij wordt geknikt. Ja, hij is goed! Ja. Hebben ze ook 50 gulden en twee ballen graag. Henny. Drie. Nummer drie. Zijn ze blij? Even goed roeren. 69. 69. Ja? Je kan wel bij de lottoballen solliciteren. Ja, heel goed. Ja, doe mijn best. Henny, jij gaat door. Dan komt hij. 8 seconden voor de B. Boter. B-O-T-E-R. Borst. B-O-R-S-T. Beest. B-E-E-S-T. Beest.
Braat, B-R-A-A-T. Braat? Wat is dat? Braat. Oh ja. Ja? Ja, met een D. Dom. Ja, dus woord wordt afgekeurd. Er komt een bonusletter bij. We blijven in dezelfde beurt. En Fred, die neemt het over. Bruut, B-R-U-U-T. Gaan kijken. Ja! 2 ballen voor de kaart. Hij staat nog steeds op 100. Hè? Dat komt door de 100ste uitzending. Ja, dat u dat weet. 2 ballen graag. Nummer 60 halen we weg. Fred. 66. En 66. Dat is mooi. Wahida krijgt de volgende letter. Daar komt hij. De D. Debat. D-E-B-A-T. Dreun. D-R-E-U-N. Degen, D-E-G-E-N. Delft, D-E-L-F-T. En Delft, dat is, zoals je weet, een plaats in Nederland. Nee. Het werkt hij Delft, ja, natuurlijk, ja. Ja, die bedoel ik. Maar Fred, jij weet toch dat dat een plaats in Nederland is, hè? Ja? Toeval. Nee, dat we dat even, ja, nee, ga door. We gaan kijken. Laatste kans. Dader, D-A-D-E-R. Die zal niet goed zijn. Dus, Erik en Henny die overleggen. Er komt een bonusletter bij, daar komt-ie. Depot, D-E-P-O-T. En die is goed! De bak in, daar gaan ze. En goed roeren. Alsof je dan Dijfie was. 51. 51 strepen we weg. En dan gaat Erik. 37. 37, ja. Ja, ik doe mijn best, hoor. Mooi. Wie gaat er door, Henny, met het volgende woord? Daar komt hij. Kogel. K-O-G-E-L. Krent. K-R-E-N-T. Katje. K-A-T-J-E. Hoe is het verder? Heerlijk, ja. Ik zit over die vraag na te denken. Ja. Oh, je dacht hoe het met je was. Ja. Maar je wilde geen woord zeggen, toch? Nee. Komt een bonusletter bij en Fred neemt het over. Kepie. K-E-P-I-E. Alles goed? We gaan kijken. Bij de laatste kans, ja? Keuze. K-E-U-Z-E. Is hij goed of... Hij is goed! 2 ballen voor de kaart. Waida, daar gaat ze. 46. En nu? 54, 70, 20, wat is het? 10. Nummer 10 halen we weg. Fred, daar komt het volgende woord. 8 seconden. En dat woord begint met de I. Imker, I-M-K-E-R. Intro, I-N-T-R-O. Inkijk, I-N-K-I-K. Icoon, I-K-O-O-N. Gaan kijken. Knap hoor. En nu lingo eroverheen. Kom op. 20, 54, 70, 22. 26. 26 halen we weg, oké. Okay. Fred dan. 20. Ja! Lingo! €100 erbij. Staan ze op €350. En ik ga nieuwe kaarten uitdelen. Dus de oneven getallen weer voor Erik en Henny. En we halen er 8 weg. Ja, en de even getallen natuurlijk voor Wahida en Fred.
gaat wel goed, hè? Ja. Ja, goed. We gaan het laatste woord spelen. We kijken naar de stand. We zien 100 gulden voor Erik en Henny. Dat nou al het laatste woord. Ah. En 350 gulden voor Wehida en Fred. Wie is er aan de beurt? Fred. Laatste kans om het bedrag op te hogen. Daar komt hij. 8 seconden voor de L. Lari. L-A-R-I-E. Lelijk. L-E-L-I-K. Loket. L-O-K-E-T. Ja! En zoals het gaat, nog 2 ballen, want dat hoort hè, voor de nieuwe kaart. Wie gaat er, Fred? Jij mag eerst. Nou, waar hier? Mag eerst zitten. 66. 66 halen we weg. En Fred, de laatste bal. De rode! Het is een uitgemaakte zaak. Met 400 gulden gaan Wahida en Fred voor de 4e keer naar de finale. Nou, ja, mocht het even. Dit was jullie laatste kans. Jullie hebben 100 gulden. En dat is na al die keren meedoen niet veel. Vandaar... Meer dan de rest. Dat we hebben... Ja, zo. Een beetje hebben gezeurd. En dat ik jullie het volgende mag aanbieden. Een fantastisch diner voor 2 personen ergens in Nederland geheel verzorgd. Oh, is dat oké? Okay? Ja. Okay. Erik, en oké. Okay. Ja, geef er even handen aan, wel jij joh. Ja, jullie kunnen. En nog zoenen ook erbij. Oh, ja. Maar niet te lang, want bijna gaat de schijf draaien. Ja, is klaar? Draai je om, hou je vast, want dan gaan we! Naar de finale! Wahida en Fred voor de allerlaatste keer. Waar ze maar liefst 12.800 gulden kunnen aanwinnen. Succes! 12.800 gulden, dus 400 maar 2, 800, 1600, 3200, 6400 tot 12.800 gulden. Je weet hoe goed gaat, hè? Raad het woord zo snel mogelijk. Voor iedere beurt die je gebruikt moet je een bal pakken. En als het misgaat, hebben we hier de gouden bal. Als het helemaal misgaat, dan gaat het mis. Want ik heb hem hier, we zagen hem toen straks al. Nummer 42, hè. En die doen we nu even... Ja, daar hebben we hem. Die doen we er ook bij, dat je weet waar die ongeveer kan zitten. Hè? Alle ballen zitten erin. Ik wens je veel sterkte. Dank je wel. De kaart krijg je met de even getallen. Daar komt hij. En we halen er weer 16 weg. Kijk, daar heb je hem. Dag, 42. Jullie spelen voor 800 gulden. Ben je klaar? Ja, ja hoor. Komt hij. Eerste woord. Tijd loopt nu. Agent. A-G-E-N-T. Ja! Gaan we lekker, hè? Tot nu toe. Eén bal. De bal. Eén bal. Geen 42 dus, maar dat is hem niet, want ik heb hier nummer 36. En die staat er niet op. Mooi. 800 gulden mag je best nemen, hoor. Je kan ook spelen voor 1600. 1600. Ja. 1600. Jullie gaan door. Nog een keer. Ja, zo ken ik jullie. Komt het volgende woord. Tijd loopt. Kadet. Ja? Kadet. K-A-D-E-T. Gaan kijken. Kader. K-A-D-E-R. Yes. Gaan kijken. Ja. 2 ballen. Wie? Hij. Fred. Voor 1600 gulden. Ik heb nummer 66 en die staat niet op de kaart. De tweede bal. Nummer 50, die staat wel op de kaart, maar geen lingo. Kijk, ze boos worden, ja. Nee, ook goed. Jullie hebben 1600 gulden, hoor. Absoluut. Je kan het verdubbelen naar 3200 gulden. We gaan nog een keer. 3200 gulden, ja? Ja. Klaar, komt het volgende woord. Tijd loopt. Baron, B-A-R-O-N. Ja! Eén bal!
Fred, kom op. 3200 gulden. Ik heb nummer 34 en die staat niet op de kaart. 32 of 6400 gulden. Jullie gaan spelen voor 6400 gulden. We zijn roekeloos. Jullie zijn roekeloos. Oké, stilte, komt het volgende woord. Tijd loopt nu. Markt, M-A-R-K-T. Ga kijken. Fred, jij weer? Ja. Voor 6400 gulden. We kijken naar de kaart. Geen 42, geen 56 of 20. Ik heb in mijn hand nummer 40. En die staat niet op de kaart. Jullie hebben 6400 gulden. Hou op. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weet je het nog hoe dat voelt? 1, 2, 3, 4. Oh, zover kwamen jullie nooit. Nee. Dat is voor het eerst. Kan je nagaan. Dit is van jullie of je kan het verdubbelen naar 12.800 gulden. Stop. Wat doe je? We stoppen. Wij stoppen. Ze stoppen? Wij stoppen. Je weet het zeker, hè? Ja. Jongens, jullie zijn zo goed. Zullen we doorgaan? Je weet het zeker? Ja. Het is zo fout gegaan de vorige keren. Nee. Nog één keer. Ja? Het is zo. We stoppen. Kom op, jongens. Gaan jullie door of stoppen jullie? Nou oké. Doorgaan dan. Nog één keer. Je weet het zeker? Nee. Oké, komt-ie. Absolute stilte. We gaan voor 12.800 gulden. Zijn jullie klaar? Daar komt-ie. Liter. L-I-T-E-R. Later. L-A-T-E-R. We gaan kijken. Ja! Je zei het net als eerste. Oké, twee ballen voor 12.800 gulden. Fred. Pak de gouden bal. Nee, het is hem niet. We kijken naar de kaart. Geen 20, 42 of 56. Ik heb nummer 10. Die staat wel op de kaart, maar geen lingo. En dan gaan we nu. De laatste bal. Er ligt hier een bal. Er ligt hier een bal. Die doen we erbij. Ik roer even. Klaar. Voor 12.800 gulden. Geen 14, geen 42, geen 20, geen 56 of 68. Ik heb nummer 62. Jullie hebben het! Hey! Na de vierde keer hebben jullie... jullie hebben 12.800 gulden. Daar hebben jullie wel wat voor moeten doen. En daarbij kan ik jullie vertellen dat je namens de VARA een geheel verzorgd weekend in Parijs krijgt aangeboden. Met alles erop en eraan. Gefeliciteerd. Dank je wel. Fred en Daila. Oké. Gefeliciteerd. Dank je wel. En hier zijn de verliezers. We maken de champagne open. Aan het eind van de 100ste aflevering van Lingo dacht ik, is het wel leuk om er een glaasje champagne bij te schenken. Kijk eens wat gaat die keurig. Jongens, ook de verliezers natuurlijk, Henny en Erik. Pakken jullie het even aan. En terwijl hier in de studio wordt nagekaart. Jongens, pakken jullie even de glazen aan. Ik vond het leuk dat jullie de gok weer hebben gewaagd om nog een keer mee te doen. En jullie waren zoals altijd fantastische kandidaten. Proost. Wat mij betreft, tot nummer 200. En dan zijn we er weer. Tot de volgende keer.